Hou even, dacht ik. Ik dacht bij mezelf. Ja, hou even. Hou! Wat is dit voor een gelul, zeg hij. Er is een of andere commissie. En die komt bij elkaar. En dat zijn dan wijze mannen. Zogenaamd. En die moeten dan een rapportje maken. Een noodplan. Voor als ze intensive care vol zijn. Hebben ze wijze mannen voor aangewezen. En die wijze mannen, die hebben besloten, dat hebben ze gewoon, zitten ze te vergaderen en te tikken, dat 70 plus, die moeten gewoon niet in de intensive care komen. Nee, boy, hallo even. En toen dacht ik bij mezelf, hou even. Ja, want wie is er volgende maand jarig en wie wordt er volgende maand 70? Hiero! Hey! En 70 plus staat er gewoon. 70 plus. Dus als ik hoestend, rochelend en weet ik veel bij de intensive care over een maand aankom, dan zegt de verpleegster tegen de dokter, wat doen we met meneer Vermegen? Nou, zegt de dokter, hoe oud is die? Nou, die is net boven de 70. Hup, de gang op. Dat zegt die dokter. Hup, de gang op wil zeggen, stuur hem maar naar het crematorium. Dat is wat die man zegt. En die wijze mannen, die hebben dus met elkaar besloten om even te beslissen over leven en dood. Ja, voor ons 70-plussers. Terwijl ik meer energie heb en meer levenskracht dan die gasten, dan die wijze mannen. Ja, en die gaan dat even beslissen. Weet je wat jullie moeten doen, wijze mannen? Je moet lekker zelf op de gang gaan staan.